Wat doe jij aan social media? Ja, dat is eigenlijk wel grappig. 4 jaar geleden deed ik helemaal niets aan. Dat uit mijn mond. Mijn zoon, die vond echt dat ik een echte moeder was. En toen ik bedacht eigenlijk om weer terug te gaan in het zakenleven. Ik denk nou het eerste wat ik maar eens onder de knie moet krijgen. Dat is gewoon om te leren hoe ik moet Facebooken. Ja, dat klinkt in deze tijd, dat klinkt wat vrij ongeloofwaardig. Maar toen ik begon inderdaad met Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram is er nu bijgekomen. Ik vind social media vind ik een heel goed media. Wat je kan gebruiken voor je ondernemerschap. Het kan heel positief ingezet worden. Dus het is een boodschap die je heel snel naar buiten kan dragen. LinkedIn voor het zakelijke, Facebook gebruiken wat meer voor de kerstpakketten. Maar ook het Twitter, dus dat we hier vanavond zijn. Dat kan je aan je volgers laten zien. Maar ik ben ook door social media, moet je ook oppassen. Je wordt heel erg gevolgd. En het grappige is, als ik bij businessclubs kom, krijg ik gelijk de vraag, meestal van mannen gesteld, van ben jij nog wel eens thuis? Of ben jij de man die de rollade snijdt op zondag? Ja. Dus dan zijn het weer die vooroordelen van de mannen. Van eigenlijk hoor je toch nog een beetje thuis te zijn in deze tijd. Dus dat vind ik nog altijd wel, moet ik wel nog even een beetje om lachen. Maar ik denk dat als je social media op de juiste manier voor je bedrijf gebruikt, dat je daar een behoorlijk exposure aan kan geven. En dat hebben wij zeker gedaan de laatste 2,5 jaar voor ons bedrijf in Veenendaal. Ja. Dat heeft mij enorm geholpen. Het is echt de bekende steen in de vijver die al die cirkels geeft. En dat gewoon goed uitgepakt heeft. Maar het is ook wat je zegt, belangrijk om voor jezelf de keuze te maken van wat zet ik er nou wel op en niet op. Ja. En ze gaan toch meer van je zien dan dat je eigenlijk zou willen. Nou, ik ben daar wel heel voorzichtig in. Mm-hmm. Ik natuurlijk een stukje privéleven. Maar er wordt erg gewaarschuwd en dat probeer ik naar mijn kinderen ook. Van kijk, alles wat je op internet zet, dat blijft er ook op staan. En natuurlijk kan je een verzoek indienen om het eraf te halen. Maar wees gewoon heel voorzichtig wat je op het internet zet. En voor de zaak kan je dat heel goed gebruiken. Maar allerlei privé dingen, dat probeer ik me eigenlijk een beetje van te distancieren. Ja, dus je hebt geen privé Facebook? Ik heb een privé Facebook, maar daar staat lang niet alles op. En ik heb ook een privé Twitter. Maar ik vind dat je daar gepast mee om moet gaan. En het kan heel gauw misbruikt worden, welke vorm dan ook. Of mensen die je gaan volgen en dan krijg je mensen wat je eigenlijk liever niet wil. Dus ik vind dat je dat gepast moet gebruiken. En ik zou eigenlijk ook wel een beetje aandacht willen vragen voor de middelbare scholen. Dat ze daar toch ook met de stagiaires wat meer aandacht aan spanderen. Van hoe kan je LinkedIn voor je ondernemerschap gebruiken? Want dat wordt eigenlijk onvolledig belicht. Ja, dat is waar. Het is wel zo, authenticiteit is toch wel iets wat steeds meer gewicht krijgt. Mm-hmm. Dat je makkelijker zaken doet met een ondernemer die zich wat meer laat zien. En dan is daar de social media natuurlijk bij uitstek voor geschikt. Ja. Nou, ik vind LinkedIn een prima middel. Het is eigenlijk een soort cv. Als ik met iemand nieuwe zaken ga doen, het eerste wat ik doe, even op LinkedIn kijken. Ja, wat is dat voor persoon? Welke relaties hebben we? Mm-hmm. We kunnen ook van elkaars relaties misschien kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Mm-hmm. En als je dat met wederzijds respect doet, is het een prima middel. Fantastisch. En nou komt toch wel een van de langere nummers. En we gaan luisteren naar het prachtige Eagles met Hotel California.